Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Max Brands. Hey Max. Goed je te zien. Ga lekker zitten. Dankjewel. Ja, Hanos, ik zat te denken, horeca-groothandel, als particulier kun je niet bij jullie terecht, hè? Is het, ik hoop niet dat het vloeken in de kerk is, maar in hoeverre is het vergelijkbaar met macro? Is dat een grote concurrent? Niet, wij zijn beter. Jullie? Nee, oké. Okay. Maar het is wel een beetje hetzelfde idee, toch? Hetzelfde idee, alleen de macro als voorbeeld, die laat iedereen toe met de Kamer Verkoophandel noemen. Ah, en dat doen jullie niet? En wij niet. Wij selecteren echt onze klanten. Oké, wat we graag willen beantwoorden is van hoe ga je nou de IT inrichten in zo'n middelgrote bedrijf? Jij hebt echt bij grote bedrijven heb jij gewerkt, heb je in huis gekeken, daar ging het heel anders. Jij kwam hier binnen en je hebt daar een aantal zaken geleerd en gezien en die willen heel graag delen met het publiek, omdat het denk ik herkenbaar is. Vragen kun je weer stellen aan Max in onze chat. Even setting the scene. 4500 eindgebruikers. Jullie hebben 23 vestigingen verspreid over België en Nederland. Wat kun je er nog meer over vertellen om even de grote helden te hebben? Ja, ik denk dat het iets complexer is. Het zijn 23 Hanos-vestigingen, waarvan 20 in Nederland en 3 in België. Waarvan 23 zijn 3 ook weer magazijnen. Dus we praten eigenlijk over 20 outlets die ook de klanten bezorgen direct. Precies. En we gaan nu vooral aan de achterkant kijken, hè, in dit verhaal. Daaronder vallen ook nog meer dan 10 dochterondernemingen. Mm. Die ook weer door heel Nederland verspreid zijn. En die bedienen jullie allemaal? Die bedienen wij grotendeels allemaal. Oké. En wat jullie natuurlijk willen, is dat je een balanceeract maakt eigenlijk tussen veiligheid, gebruikerswensen en de kosten. Ja. Zijn die allemaal even belangrijk? Nee. En dat heeft ook met het woord flexibiliteit te maken. Wij proberen wel zo dicht mogelijk tegen de gebruiker aan te kruipen. Ja. Dus als je dat in een driehoek zet en je zet de gebruiker bovenaan, dan zitten wij toch wel meer aan de bovenkant. En dat proberen we in alles wat we doen binnen IT, ICT, te doen. Ja. Dus altijd eerst kijken naar de gebruiker, dat de vertaling te maken. En dan de belemmeringen, dat noemen wij dat, van de veiligheid en kosten natuurlijk. Om die dan mee te nemen en om ons terug te drukken in de driehoek. Want anders gaan we eruit vliegen. Precies, maar gebruikerswensen staat echt bovenaan in die piramide. Ja, dat is ook typisch Hanos. Dat is niet alleen intern gericht, dat is ook extern gericht. We staan bekend als Hanos, als de meest servicegerichte organisatie. Ja. Die de klant bovenaan zet. En niet in het centrum van die driehoek, maar dus eigenlijk bovenin de driehoek. Ja, en je hebt bij Adidas gewerkt met 50.000 gebruikers daar aan de achterkant. Wat is er dan hier zo anders? Nou, daar is gewoon de complexiteit in de volume. Dus dan moet je heel veel standaardiseren. Anders kan je het gewoon niet behapstukken. Precies, en jullie hebben de luxe dat je dat niet per se hoeft te doen. Ja, en dan hebben we ook nog een andere luxe. Dat we hebben één aandeelhouder, de eigenaar, die financieel ruimte biedt om de gebruiker goed te ondersteunen. Oké. Okay. Laten we eens één element, want ik denk dat heel veel mensen aanspreekt. Jullie hebben een balie en daar kun je gewoon als gebruiker naartoe. Je hoeft geen tickets, allemaal moeilijke toestanden. Je kunt gewoon lekker naar die balie toe. Vertel eventjes hoe dat gaat. Ja, ik kwam binnen 2,5 jaar geleden binnen Hanos. Eigenlijk de bedoeling alles achter gesloten deuren. Dus alles met tickets, niet bellen, liever niet bellen, moeilijk gaan lopen doen, niet de standaard. En op een gegeven moment, ik zat er een half jaar en na het alles gezien te hebben en gevoeld te hebben en heel veel feedback teruggekregen hebben van de business, ja, kwam heel duidelijk de wensen naar voren en ook de problematiek naar voren dat de afstand tussen IT en business veel te groot was. Nou, de enige manier om die afstand te verkleinen is die ook fysiek te verkleinen, want anders krijg je de informatie niet door. En die balie die zegt niet zoveel qua IT, maar wel brengt heel veel gevoelens naar de gebruiker toe. Ze lopen er binnen, ze kunnen even een praatje houden, ze hebben eens een keer ook een wens. En wij horen ook daardoor veel meer waar hun problematiek zit. Ik dacht eigenlijk zelf, wat ik zelf voer, het opstarten van een laptop, dat duurt 5 minuten. Yo, who cares, haal even koffie. Maar als ik loop te switchen en ik wil hem uit undocken en ik wil naar huis en ik wil die flexibiliteit hebben waar ik ook ben. Ja. Of ik het magazijn inloop, het moet blijven werken, de telefoon moet blijven werken. Alles moet gewoon seamless door die hele organisatie continu online blijven. Wat was de reden dat je zo bent gaan werken? Ja, eigenlijk de negatieve kant. Dus als je dat niet doet, dan zie je gewoon dat je heel veel tijd bent met heel veel onvrede, problemen krijgt die er eigenlijk niet hoeven te zijn. Dat hadden jullie dus ook in die oude situatie? Ja, we hebben hier 2 collega's zitten van me. Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg, maar ik denk dat het niet helemaal optimaal was. Laat ik het maar netjes uitdrukken. Oké, klopt dat? Kun je waar ze zitten? Zeg maar ja. Ja?
Ik zie ze knikken, hartstikke goed. Laten we even kijken, want we hebben meteen een gesprek. En misschien komen jullie er ook wel in voorbij, jongens. Naar de collega's, hoe ze werken, zeg maar, op hun werkplek. Dan hebben we daar meteen ook een beeld bij. En geef er even commentaar bij, want we hebben het geluid even weggehaald. Ja, kijk even die video. Ja, en dan vertel eventjes wat we te zien krijgen. Want we zien dus de verschillende werkplekken. Laat maar even kijken. Ja, we zien hier, je zag heel snel de device. Onze werkplek is veel breder dan alleen maar het bureau met een laptop. Dus dit is Wendy, die staat achter de kassa uit te leggen. Hier worden BI-informatiesystemen worden uitgelegd, hoe te gebruiken. En we proberen dat continu met de klant te doen. Onze klant is de interne gebruiker. Mm. Raymond zag je daar, daar zie je Maurice, die helpt dan iemand mee. En wat we hebben is dat we alles proberen uit te leggen ter plekke. Dus krijg jij een nieuwe laptop, wordt even getest of je VPN werkt. Wordt even getest of je mail kan. Gewoon ter plekke, gewoon naast iemand. Dat die gewoon met een happy smell, met een werkend systeem weggaat. En dat die ook niet continu hoeft te leren op de plek. En dat hij weer een manual naar voren moet halen. Nee, hij kan aan de slag zodra die bij ons wegloopt. Ja. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen, dat je zo kunt werken? Eigenlijk gewoon opdrachten geven in het begin. En heel veel verklaring erachter. En ook de leerlingen, en ik denk dat Jan en Max die daar zitten, dat ook kunnen bevestigen, dat je krijgt die vriendelijkheid terug. Dus het wordt ook gezelliger op een ICT-afdeling. Ja. Dat klinkt een beetje maf. Maar je moet natuurlijk wel op een andere manier, zeker als je een oude situatie hebt. Ja, je ik doe dit al 40 jaar. Ja, jij wel, maar je moet ook de mensen die dit voor je doen, moet je mee uitleggen, gewoon meedenken en gewoon ook met vooral met Jan gewoon samen zitten. Van oké, wat zijn de andere mogelijkheden? En gewoon laten zien wat er kan. Ja. En ook ruimte bieden met ideeën. Precies. Mooi idee wat aansluit bij ruimte is dat jullie zeggen, oké, we hebben dan wel bijvoorbeeld als het over laptops gaat, hebben we één merk, dat is HP in dit geval. Ja. Maar je hebt wel als eindgebruiker, heb je zelf de ruimte om te kiezen welke laptop je wil hebben. In principe hebben wij een mandje gemaakt waar een type laptops in zitten. En daar houdt een stukje bij je functie, dus een hele dure laptop, zeg maar van €2000. De standaard is rond de €1200. Maar wil jij een menu-nummer, een toetsenbord of wil jij een klein laptop, een lichtgewicht, dat is aan de gebruiker, want dat maakt ons niet uit. Hmm. Financieel zit er te weinig verschil tussen om daar heel erg druk over te maken. Maar het scheelt wel ongelooflijk veel bij de gebruiker hoe die daarmee overweg kan gaan. Wat is het effect daarvan dan, van deze manier van werken? Dat wij met een man minder werken nu. Doordat je ruimte geeft aan... Door ruimte geeft, je krijgt veel minder negatieve feedback, veel minder klachten. Het wordt veel rustiger daardoor. Dat zien we gewoon al terugkomen in het gebruik. Dus ook bij de scanners, we zagen net, het heet de Zebra volgens mij. Je zegt, het is de Mercedes onder de scanners. Dat klopt. Ook daar zeg je van, oké, kies maar uit welke scanner je wil hebben. Ja, jijn. We hebben... Waarom zeg ik jijn? Ik heb het daast gewoon jouw nijn. We pakken de Zebra op het hoogste niveau. Daar beginnen we mee. En dat is typisch Hanos, dat het moet echt goed zijn. Kiezen wij voor de Rolls Royce? Nee. Maar kiezen wij voor een goede Volkswagen of een oké Mercedes? En daar hebben we een mandje van gemaakt. En er zijn mensen die willen met een vinger scannen. Er zijn mensen die met een pols willen scannen. Er zijn anderen die weer met een beam willen scannen. Allemaal goed voor jou. Maakt je niks uit. Hey, de iOS die erachter zit, is absoluut hetzelfde. Ja. En er zit een prijsverschil van 50 tot €75 in. Dat overleven wel over. Ja, je bespaart dus op mensen. Dus daar hangt ook een prijs aan. Ja, maar ik kan ook niet zien of iemand... onze winkels, er wordt ook in de winkel gescand. Ja. Want onze winkels zijn ook onze magazijnen. Ja. Ja, daar wil je niet met een heel groot, zwaar ding. Want continu moet je lopen pakken en moet je iets beetpakken. Ik snap het. Dan is het handigst om met je vinger te scannen. Ja. We gaan even naar Gijs. Die heeft namelijk een vraag voor je. Een vraag, Max, voor jou binnen van Daniel. Dat gaat over de baliefunctie. Je zegt, hoe kun je nou een balie realiseren in een tijdperk van remote werken en thuiswerken? Is dat een ding geweest? Dat is wel een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag, zeker bij Hanos. Het is voor mijn tijd. Maar voor corona werd er niet thuis gewerkt. Oh? Verboden. De eigenaar was er gewoon zwaar op tegen. Nog steeds is hij daar zwaar op tegen. Waarschijnlijk een oude grijze man. 82 jaar. Ja. Maar die snapt ook in deze tijd, en dat is wel heel veel gesprekken met hem hebben, dat je moet daar ook weer flexibel in zijn. En wat ik heb gedaan, niet gevraagd, gewoon gedaan. Ik ben een van de 10 hoofddirectieleden, dus ik kan ook zelf dingen besluiten. Dus je zegt, wij zorgen nu dat elk device overal gebruikt kan worden, waar ik het toen straks al mee begon. Dus deze discussie hoef je dan al niet te voeren. Ja. Dan is het meer aan de manager van de afdeling. Kan die persoon thuiswerken? Is dat toegestaan? Is dat handig? Maar wij zijn geen belemmering als ICT. Oké. Interessant. En misschien ook wel verstandig standpunt om in te nemen. Ja, maar dat maakt ons leven weer een stuk makkelijker. Dus
we hebben die discussie weggehaald. Dus die ontevredenheid ligt niet bij ICT. Ja, het is voor ons wat extra werk. Maar als we dat weer in de goede standaard inbrengen qua procedure, ja, valt het relatief mee. Ik denk dat Jan en Max het ook kunnen bevestigen. Nou, is het zo dat jullie elk half jaar een gebruikerstevreden onderzoek doen? Ja, dus je hebt natuurlijk al de feedback rechtstreeks, maar je wil het toch ook nog wel in data gieten. Je zegt ook, we hebben een soort van community hebben we opgericht. Wat zijn de vragen die je stelt in die survey? Ja, ten eerste over de kwaliteit van onze ICT-afdeling in het algemeen. Krijg jij de respons en de feedback die je nodig hebt op tijd, is onze kwaliteit. Dat gaat heel ver, hè? Dat gaat ook naar de telefonie. Antwoorden wij de telefoon op tijd. Maar ook de devices die we verstrekken, zijn die passend bij de job die je moet doen? Heb je vragen? Zijn er ook formulieren? We hebben een heleboel formulieren bijvoorbeeld weggehaald. We hebben gezegd, hey, bel op. Gaat veel sneller, dan weten we precies wat aan de hand is. En dan kunnen wij een goed advies geven. Bel op met jullie klanten weer. Ja. Want je hebt ook gezegd, we willen eigenlijk dat mensen bezig zijn met die medewerkerstevredenheid, dan dat ze bezig zijn met reparatie. Ja. En dat krijg je dus met deze werkwijze krijg je dat. Ja, en we gaan echt heel ver. Hè. We willen tussen de 65 en 75% van onze calls, incidenten, ter plekke oplossen. Ja. Ik krijg nog een interessante vraag binnen, vertel. Max. Die komt van Sam en zegt, hoe meet en identificeren jullie informatie qua storingen en werkzaamheden als er niet gewerkt wordt via een ticketsysteem? Nee. Dat is verkeerd. Of er wordt wel gewerkt met een ticketsysteem? Alles, ook al kom je aan de balie, alleen dat ziet de gebruiker niet, de klant niet. Ah. Wij registreren alles. Het gebeurt wel, maar ik heb er als eindgebruiker geen last van. Ja. Maar hoe dan? Hoe gaat dat? Dan is het even, kijk, wij kunnen heel snel in ons dikke systeem even een ticket aanmaken. Je hebt een stomme vraag van, nee, hij laat niet snel genoeg. Nou, dan blijkt er iets fout te zijn, wordt opgelost op plekken. Dan vult een van de servicesmedewerkers vult even de ticket in. Jantje is binnengekomen, dit was aan de hand, zo is het opgelost in het systeem. Mm. Dat is 30, 40 seconden. Ja. En binnen 10 minuten moeten alle vragen, als ik bij mijn balie kom, binnen 10 minuten moet ik antwoord hebben. Hè? Moet het opgelost zijn. Ja, en anders moeten we wel gaan plannen, want anders wordt het echt een puinhoop. Ja, oké. Okay. Wat heeft dit nou, heb je nu staan. Hoeveel tijd heeft je dit gekost om dit zo neer te zetten? Nou, eerlijk, 2 jaar. En waar ging de meeste tijd in zitten? Het overtuigen van de eigen afdeling. Want? Wat? Ja, we waren een helpdesk. Ja. En je moet dan helpdesk-medewerkers omturnen naar servicedesk-medewerkers. Ja. En dat is een andere mindset. We hebben, ik denk, 6 mensen vervangen. Ja, want jij hebt ook gezegd tegen die mensen, want je krijgt natuurlijk weerstand. Jij zegt, je moet anders naar die mensen die we helpen gaan kijken. Nee is geen antwoord. Uitleggen waarom iets niet kan, is niet een nee. Hmm. Maar nee is geen antwoord. Daar heeft de gebruiker helemaal niks mee. Ja, maar hoe krijg je dat dan tussen de oren? Wat heb je gedaan? Omdat we hebben praten. Hmm. Uitleggen. En ook het aan de lijve wordt het ook meegemaakt, hè? Dus je merkt ook dat positieve feedback en je krijgt ook leuke e-mails. Weet je, het gaat op een andere manier. Mensen komen niet meer boos binnen. Je werk wordt leuker. Ja. En als je werk leuker wordt, ja, dan is het geen moeilijke drijfveer meer. Gijs. Ja, leuk dit vind ik zeker leuk, want het gebeurt niet zo vaak. Je krijgt een compliment uit de zaal, Max. Van Thierry Vos, want die zegt, compliment aan Max voor het onderkennen dat kosten niet alleen euro's zijn, maar ook vaak in beleving, chagrijn en de mens zijn terug te vinden. En dus ook terug te winnen. Absoluut. Wel leuk. Hè? Ik dacht, compliment, die wil ik zeker met je delen. En dan nog een concrete vraag van Ben. En die vraagt, is er nou op alle vestigingen een balie? En hoeveel supporters per 100 medewerkers heb je dan ongeveer? Nee, wij zijn helemaal centraal. Helemaal centraal. Dus je hebt één... Eén balie in Apeldoorn. Ja. En we hebben in principe hebben geen IT'ers tussen aanhalingstekens in de vestigingen zitten. We hebben wel IT-contactpersonen in de vestigingen. Dat is waar vaak Ja. Op het werkbureau, op een van de bureaus, die gaan als contactpersoon opereren. Maar wij gaan ook naar de vestigingen toe. Het is wel niet dat we in Apeldoorn blijven. Dus regelmatig gaat er iemand naar de vestiging, die gaat dan ook gewoon weer het rondje af. Een soort spreekuur? Is dat wat ik me voor moet stellen? Nou, dat is flexibeler. Flexibeler, oké. Okay. Ja, ja, nee, je gaat het rondje maken. Dus je gaat echt door de zaak heen. Je gaat van A tot Z kijken, je gaat naar de kassa toe, je gaat naar het werkbureau, je gaat over. Goed dat je het even uitlegt, want die kregen we heel vaak die vraag. Hè, van, heb je nou 23 balies elke dag open? Dat is niet zo. Nee. Eén balie in Apeldoorn en dan contactpersonen per vestiging die met die balie... Overdrijf de balie niet. Hè. De telefoon is de belangrijkste oplossing. Dat ze nou mogen bellen. In plaats van ze een ticket in het systeem moeten zetten. Wij zijn gewoon echt flexibel. Maakt niet uit hoe je ons contacteert. Wij antwoorden. Ja, en de telefoon is de belangrijkste communicatie. Ja, dat is toch omdat de meesten zitten toch in de vestigingen. Ja, ja, ja. Gijs, misschien wil je even naar Remco en Jan lopen. Want ik ben nog wel eventjes benieuwd naar hoe zij het ervaren. En dan heb ik in de tussentijd voor jou... Remco en vraag, Jan, waar zitten jullie? Steek nog even jullie handen op, jongens, dat we weten waar jullie zitten. Hoeveel geld... Het is Max en Jan. Oh, pardon. Max en Jan. Remco is vervangen door Max. Max.
Remco stond nog op mijn formulier, sorry. Maar die bestaat wel. Het is wel een collega van je. Ja, ja. Wat heeft dit nou opgeleverd qua geld? Ja, sorry dat ik daar toch mee over begin, maar dat zal die eigenaar ook vragen. Ja, ik vind dat een moeilijk te beantwoorden, maar bij ons intern 3 FTE's. Sowieso. Ja. Omdat het gewoon op een hele andere manier verwerken is. Je bent veel sneller, je bent veel efficiënter. En dat is heel maf wat ik nu zeg. Want dat lijkt een contradictie. Het is alles standaardiseerd, het lijkt efficiënter. Maar dat is dus kennelijk niet zo. We krijgen veel minder tickets binnen daardoor. Omdat de vragen veel sneller beantwoord worden. En wat zegt de eigenaar? Die is blij, denk ik, toch? Of heeft hij die zegt altijd van, wat een aparte vent is die Max, hè? En dan zeg jij, heeft hij gelijk in? Ja, omdat het gewoon een beetje tegenstrijdig is in de moderne manier van werken. Bij wat ik zie bij Deleuze, Unilever, L'Oréal, Adidas, is het allemaal deur dicht, zwarte box maken, afstand maken. Ja. Maar kan iedere organisatie, denk jij, waar je ook in welke sector je ook zit, zo gaan werken? Nou, als mensen je asset zijn, en ik denk dat het in de meeste organisaties is, denk ik dat dat kan, ja. Maar mensen die hier nu in de zaal zitten, die denken, dit ga ik morgen ook voorstellen. Nou, je hoeft bij ons ging het ook niet in één keer. Maar er zijn wel een aantal facetten. En ik heb het zelf persoonlijk een pestpokkenhekel aan tickets. Als gebruiker. Daar word ik helemaal knettergek van. Ik wil gewoon mijn probleem opgelost hebben. En wat voor middel je daar ook voor kiest, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar kies een oplossing waarvan de gebruiker denkt, ik word geholpen. Jongens, hebben jullie die transitie meegemaakt? Dus hebben jullie zeg maar de oude situatie gezien en nu hoe het nu gaat? Ja, Jan, ik denk dat die voor jou. Ja, zeker. Ik werk nu 7 jaar bij Hanos. Dus ik heb de oude situatie zeker meegemaakt. En nu met de Bali ook. Ja, wat vond je nou het meest lastige aan die hele situatie, die verandering? Ja, eigenlijk niet zoveel, want ik was een van de voorstanders van de Bali. Dus ik ben blij dat we nu zijn waar we zijn. Ja, want wat en misschien. Ja, kijk, het probleem in het verleden was, als je gebruikers langs kreeg, ze kwamen altijd het bureau. Dat gaf heel veel ruis aan de telefoon. En nu hebben we een Bali apart van de werkplekken. Dus je kan rustig met die mensen praten zonder dat collega's er last van hebben. Dat is eigenlijk, er zitten grote kantoortuinen, dus je hebt snel ruis. En dat is nu eigenlijk weg. Ja, en je collega's die wat kritischer waren, hoe heb je die meegekregen? Ja, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, gewoon doen. Ja. Kijk, beetje dictatuur binnen elk bedrijf. Dat werkt altijd goed, zeker. Toch? Wordt er wel eens op een gegeven moment moet er beslissing genomen worden. Ja. Wat zijn jullie vervolgstappen eigenlijk? Die je nu, want je hebt dit nu staan, zeg je nou, dit is nu klaar en that's it? Of zijn er nog stappen die je nu kunt zetten? We hoorden net natuurlijk een heel verhaal over NIS 2 en wij zijn heel ver met NIS 2 en we gaan heel ver met NIS 2. En een van de onderdelen is daar het hele IAM-stuk, dat je Identity Access Management, dat iemand komt in dienst of verlaat de organisatie, dat hele proces geautomatiseerd wordt. Dat is een van nog steeds de ergernissen binnen de Hanos groep, dat is moeizaam. Wat wij willen is dat de functie is bekend, er is een functieprofiel, IAM staat aan, laptop staat klaar, je plugt in, uur later heb je alle apps met een workflow erachter naar je toe gespoeld en je kan werken zoals je wil werken. En dan gaan we samen met Bob gaan we er ook en met Bechtle aan werken om de image al meer standaard te maken, die versnelling, te vermakkelijken. Dus andere functie, boom, je hebt het. Workflow, boom, je hebt je autorisatie weer voor je nieuwe applicatie. Super. Max, fijn dat je er was. Hartstikke goed, en zet hem op. Dankjewel. Max Brands, goed gedaan. Dankjewel. Top.